Jegor, bekend van over mijn lijk, en zijn vriendin Daisy zijn de trotse ouders geworden van hun zoontje Lef. De vreugde van de geboorte brengt niet alleen een nieuw leven in de wereld, maar ook een welkome afleiding voor Jegor, die strijdt tegen een kwaadaardige tumor in zijn hersenen. Tim Hofman, bekend van het programma, gaat binnenkort op kraamvisite. In een interview deelt Jegor zijn gevoelens over het ouderschap. Ik blijf het nog steeds heel gek maar ook heel mooi vinden. Hij bepaalt ons leven nu. We hebben geen planning meer. Voor Tim Hofman is dit een mooie switch, aangezien eerst de strijd tegen de tumor het leven van Jegor bepaalde. Desondanks kan Jegor dankzij Lef even zijn zorgen opzij zetten, dit is een super afleiding. Ik zou het iedereen aanraden. De komst van Lef heeft een positieve impact op Jegors perspectief op het leven. Hij zet zich volledig in om zijn zoontje een mooie toekomst te bieden en erkent dat Lef nu de focus is van al zijn energie. Zijn vriendin voegt eraan toe dat ze nu voor iemand anders leven. Jegor, ondanks zijn eigen gezondheidsuitdagingen, geeft aan dat het leven voor hem nu secundair is geworden. Over zijn ziekte zegt hij nuchter: Als het gebeurt, gebeurt het. Tot die tijd probeer ik hem het beste mee te geven. Jegor hoopt dat Lef later goed kan omgaan met het feit dat zijn vader er niet meer zal zijn. Hij is vastbesloten om hem wijze lessen over het leven bij te brengen. We hopen dat hij sterk is. Het zal een impact op hem maken. Tim Hofman, nieuwsgierig naar de naam van de baby krijgt te horen dat lef in het Russisch en Oekraïens leeuw betekent. Jegor hoopt dat zijn zoon, net als zijn sterrenbeeld leeuw, zal opgroeien als een krachtige en trotse leeuw. Over mijn lijk wordt elke dinsdag vanaf 21.30 uur uitgezonden bij BNNVARA op NPO 1, waarbij de kijkers de ontroerende en inspirerende reis van Jegor en andere deelnemers kunnen volgen.